72 jaar. Ze heeft 34 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Met haar woorden doet ze meer dan 10 politieagenten. Ze is de lieveling van Seije Visser en ze wordt genoemd de moeder van de East Side. Haar naam is Tante Toos. Toos, wij zijn van Video Center Nijmegen. Wij wouden graag even een interviewtje met je afnemen over NEC. Je weet dat je vanavond daar naartoe moet. En het is nog een hele belangrijke wedstrijd vanavond. Ik hoop dat we het kunnen redden in Nijmegen. Maar we willen even met je praten hoe het eigenlijk gaat met NEC en hoe je er zelf over denkt. Mag dat? Dat mag altijd, hè. Ik vind het heel fijn dat je gekomen bent. En dat je dit opneemt. En dat ik nog meer in de belangstelling kom als ik ooit er gestaan heb. En natuurlijk hoop ik dat we in de Eredivisie komen, laat ik het zo zeggen. Tante Toos, wou eens vragen, hoeveel kinderen heb u? Ik heb er 17 gehad. 17 gehad? Ja, 10 nog in het leven? Ja. En kleinkinderen? 34. En je hebt ook een achterkleinkinder, denk ik? Ik heb 2 achterkleinkinderen. En de jeugdige leeftijd van u is op het ogenblik? Op het ogenblik, over morgen over 8 dagen, word ik 72 jaar. Oh, 72? Ja. Dus je bent van 1913? 1913, ja. Ja. En dan ben je al meer als, ik denk wel 35 jaar onderhand trouwsupporter van NEC, of niet? Dat ben ik, ja. Ja. Hoe is die tijd dan gekomen bij NEC? Dat je zo in de belangstelling staat, zelf niet alleen, maar ook NEC voor jou? Nou, ik weet het niet, want het hebben schijnbaar toch wel, ik doe veel voor NEC en ook in alle doeleinden. En het vermoed ik was dat ze me nou zo allemaal op de handen gedragen wordt en dat ik ontzettend in de belangstelling kom. En trouwens had ik meer gestaan. En nou deze belangstelling van jullie, daar accepteer ik nog veel meer, omdat ik het prachtig vind dat dit nou is opgenomen wordt en dat ze nou de mensen kunnen zien wie dan eindelijk Tante Toos van NEC is. Oké, Tante Toos, ik heb ook vernomen, zo met de jongens onder elkaar, die jou echt wel moeder noemen op de A-site, die zeggen nou, Tante Toos bij ons is een van de mensen die met 10 woorden meer kan bereiken als ze 100 politieagenten er neer kunnen zetten. Ja. Want als jij een keer zegt van jongens, zus en zo, dan moet het gebeuren. Klopt dat? Ja, dat klopt ook. Tenminste, van verschillende jongens. Er zijn altijd wel een paar andere tussen die niet zo dingen zien. Maar er zijn ook verschillende jongens die wel het abonneren. En doen we niks te zeggen van me, want dan zitten we dadelijk erbij. Dus je hebt hele goede contacten met de jongens van AXA? Ja. En met de politie allemaal goede contact. En de politie die haalt me zelf al, als ze nou op de veld zijn, en jongens doen wat, dan zeggen ze zelf al, Tantoos, kom eens, ze luisteren beter naar jou als naar mij. Nou, en dan ga ik er naartoe. En dan doen de jongens ook wel, zeg jongens, hou nou op, zeg, doe dat van min met plezier. En denk aan de jongens die in het veld zijn, die staan te ploeteren om doelpuntjes te maken. En hou jullie alsjeblieft je gemak. Doe je best en hou je mond. Ja. Nou, veel lusteren daarna. Oké. Gehandicapt voor Veen, Bogus en Cornelis en Das die spelen niet. En wij hebben de beste periode in de competitie gehad, dus een prima prestatie dat wij de na-competitie gehaald hebben. En ik denk dat NEC vanavond favoriet is en ik denk ook dat NEC de beste kans heeft. Alleen wij zullen natuurlijk proberen onze sportieve plicht te doen en er alles aan te doen om te zorgen dat het niet gebeurt, want ik kan natuurlijk niet maken om niks te doen. Uitstekend. Ik had niks anders voor jullie verwacht natuurlijk deze kant op. En in Waalwijk denk ik dat ze daar ontiegelijk veel mensen met je zijn er veel meegekomen. Hoe denk je? Ja, ik weet het niet. Voor ons is het natuurlijk gedaan en gelopen. De competitie, maar die trouwe aanhang die we altijd hebben, die 1500 zullen zeker zijn, denk ik. Ja. Dus daarvoor moeten wij altijd spelen. Dus. Het mag gelopen, jullie. Ik denk dat het ook verstandig zou zijn geweest om nog niet te promoveren dit jaar. Ik denk dat veel. Nou, we waren bijna kampioen geworden, dus we hadden tot onze eigen verbazing. En daarna is het eigenlijk, je zag het de laatste periode al aankomen.
We hebben in de eerste periode zijn we tweede geworden, in de tweede en de derde periode zijn we tweede geworden, in de vierde periode hadden we 9 gespeeld, 8 punten, dus je zag eigenlijk al aankomen dat het voor ons even iets te lang duurde. En, maar dat wij daarna de competitie hebben gehaald is nog een prima prestatie in het eerste jaar en iedereen is tevreden. Oké, René, ik wens je vooral veel succes. We zijn vanavond bij uw laatste wedstrijd wat betreft Nijmegen vanavond hier. Ik hoop dat we jou nog vaker deze kant zullen zien, misschien met andere verenigingen. Maar hoe is het vanavond? Hoe zijn de spelers gemotiveerd? Heel goed denk ik, maar ik denk dat je zelf beter iets van kunt vertellen als wij. Blijven mensen, dus precies weten van tevoren doe je het ook nooit. Maar nou, dat zou je in de praktijk af moeten wachten. Makkelijker is het altijd achteraf te praten natuurlijk. Ja. De hele competitie al geweest moet je zeggen. Maar je ligt er nou dicht bij aan te komen. Ja, de hele competitie. Iedereen praat daarover, maar meestal hebben ze in Nijmegen bereikt wat ze bereiken konden. Ondanks dat je eerste divisie speelt. En hebben ze finale de beker gespeeld, hebben ze de Europa Cup gespeeld. Dat is de tweede na-competitie die ze hebben. Het seizoen maakte daardoor goed, financieel. Maar in wijze in de stabiliteit wat men verwacht had, maar verwachtingen komen nooit uit. Ja, we zijn meestal maar gedachten die erin gebleven. Maar je hebt vanavond zeer goede hoop, denk ik, maar vanavond een goed einde kunnen krijgen. Een beetje de groep een beetje te kennen en de spanning een beetje te merken. Maar ja, het kan ook uitmonden in een stuk nervositeit, wat je op dit moment niet door hebt en wat in het veld wel zichtbaar is. Ik wens je vanavond toch veel succes met je ploeg. En misschien een kerstdag. Wat nodig. Voor jou in Nijmegen, tenminste wat Nijmegen betreft alleen wat NEC. Maar ik ga straks nog leuk naar blauw-wit toe. Ja. Maar wat denk je nou van de hele accommodatie en sfeer voor vanavond al? Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè. Kijk, ja, het doet sowieso zin om te stoppen. Maar van de andere kant, als je zo afscheid kan nemen, dat is natuurlijk... ik had er ergens niet meer op durven hopen. Maar het is natuurlijk schitterend dat je dit zit. En daarom is het zo jammer als hier in Nijmegen zou leven, het voetballen. Ja, je moet gewoon met zo'n accommodatie in de Eredivisie, dat moet gewoon kunnen. En je denkt wel dat het lukt toch vanavond, denk ik? Nou, we zullen er allemaal hard voor knokken en het moet zeker lukken. En je ziet in de zijkant zie je wat er allemaal staat. Ik heb al een keer of 4, 5 je naam ergens staan. Ja, dus dat moet ook weer stimuleren. Ja, zeker. Ja. Het is voor NEC natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd en ze staan er bijzonder riant voor. Nou, een RKC is uitgeschakeld en we zitten helaas met wat blessures. Hij kan zelf ook jammer genoeg niet meedoen. Dus het ziet er eigenlijk voor NEC rooskleurig uit. Maar ja, een wedstrijd kan altijd, moet eerst nog gespeeld worden. Ja, Ben, dezelfde woord die Leen bij jullie gebruikt, daar hebben we straks ook een interviewtje mee gehad. Maar, ja. Maar hoe vind je de accommodatie zo in de sfeer? Dit is prima, hè. Kijk, ik ken het stadion natuurlijk al jaren, de Goffert. En daar moeten mensen in zitten, wil het een beetje gezellig zijn. Meestal, in ieder geval de laatste jaren, zijn de mensen weggebleven hier. Door wat voor oorzaak dan ook. Maar dan is de Goffert voor 3.000-4.000 man, is de Goffert eigenlijk niet geschikt. Die is geschikt voor zeg maar 15.000. En dan is de sfeer en dan is het gezellig. En dan zullen we vanavond weer te maken. En ik denk dat het vanavond best wel een gezellige wedstrijd wordt. Okay. Ik geloof het wel. Ik weet waar wij proberen toch fijn te voetballen en vrij uit te spelen. Nou, en dat zeg ik bij NEC. En je? Nou, ik denk, je zit er 1-0 op, hè. Dat is winnen natuurlijk. Ja, dat doen we vanavond. Ja, de hele ploeg zit vol zelfvertrouwen. En je moet natuurlijk nooit een al te grote bek hebben tevoren. Maar als je nou weggeeft, dan ben je gewoon nog niet waard. Dus wat mij betreft de beuk erin. En wat denk je van de atmosfeer nu? Schitterend. Het is gewoon geweldig. Dat kan niet beter. En het is een bewijs te meer dat als het goed gaat met de club en als je een beetje redelijk speelt, het publiek altijd gewild is naar het stadion te komen. Bovendien is het een enorm entourage en dat stimuleert ons ook. Dus aan alle kanten is het goed. Goed voor de club, goed voor ons. Uitstekend. Ik ben je veel succes. Ja, dankjewel. Oké. Nijmegen, denk ik. Dat is heel lang geleden weer. Wat denk je van vanavond? Zijn er nog blessures bij de jongens? Of, Nou, wat lichte blessures, maar ik dacht dat niet de ramp kon zijn om niet te winnen. Dus je gaat ervan uit dat? Wij gaan ervan uit dat we winnen. We moeten nog 2 wedstrijden winnen. We willen niet door een andere toch... Niet geholpen worden? Nee. We willen het zelf verdienen. En blessures heb je niet met de jongens die op het veld lopen vanavond? Nou, er zijn er een paar. Er is veel verband in de ploeg, laten we zo zeggen.
Veuverbanden. Veuverband. Ja, 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 ja. Maar dan het verband zoals ik het zie, hè? Ja, ja. Veel pleisterbandaar. Het verband wat er omheen moet zitten. Wat er omheen moet zitten. Er zit vrij veel in. Maar jij hebt goede hoop vanavond. Maar we hebben goede hoop. En je verwacht een hele hoop. En we gaan echt de Eredivisie in, denk ik. We gaan echt de Eredivisie in. Dat kan niet missen. Ik heb dat voor 3 maanden terug in de Gelderlanden geschreven. Ik wil er 1 keer nog meemaken in de Eredivisie in. Dus dat doen we. Kees, ik wens je heel veel succes vanavond. We zien elkaar straks nog wel. Bedankt. Bedankt.
op het ogenblik. Ik heb je vorig jaar met Barcelona regelmatig op de veld zien lopen. Hoe komt het? Conditie tekort of wat is het? Nee, ik ben enkele weken geleden heb ik verrekte enkelbanden opgelopen. En ja, je blijft een beetje nog sukkelen en je wilt toch natuurlijk graag meedoen en onvoldoende rust genomen. Waardoor je dus ja, niet fit aan de wedstrijd kunt beginnen. Nu op dit moment draait het best goed. Ze winnen iedere wedstrijd. Dus de trainer kan natuurlijk dat al niet gaan veranderen. Nee, maar je vindt natuurlijk sneu voor jezelf uit dat je deze wedstrijden zo in de na-competitie niet mee kunt draaien. Ja, natuurlijk. Als je deze bak bekijkt, dan wil je natuurlijk hierin spelen. Dat is duidelijk. Eén keer een volle bak, dan maak je hier bijna nooit mee. En ik zou er natuurlijk graag bij willen zijn, maar ja, wie hoopt, volgend jaar komen er betere momenten voor me. Maar je ziet Henk, als je goed voetbalt en goed speelt, dan krijg je ook een leuk stadion vol. Dus ik vraag gewoon voor jullie dat je, als je eventueel in de Eredivisie terecht zou komen, wat de hoop van iedere Nijmegenaar en omstreken daarvan is, dat ook die volle bak regelmatig blijft, of niet soms? Ja, ja. Nou, ik denk als je volgend jaar in de Eredivisie komt, dan krijg je toch weer PSV, Ajax, Feyenoord. En dan loopt het denk ik ook weer vol. Het Nijmeegs publiek heeft gewoon de laatste jaren geen resultaten gehad. En je ziet als NEC een beetje draait, dan hoef je maar een paar wedstrijden te zien. Je ziet het resultaat, ze komen weer gelijk terug. Je hebt nu denk ik een kleine 17.000, 18.000 man. Ja, schitterend zo de voetballer natuurlijk. Oké, Henk, ik wens je veel succes bij NEC. Bedankt, hè. Je hebt gezien, hè? Het kan. En we wachten bij jou misschien dat je straks nog in mag komen. Want iedere keer, nou ja, matchwinner ben je altijd geweest. Maar ik heb de laatste tijd ook regelmatig kunnen zien met invallen van jou dat je toch wel een winnend doelpuntje kan maken. Wat denk je vanavond? Ja, mooi natuurlijk. Ik hoop dat ik erin kom. Ik hoop snel. Ja, ik weet niet. Het lijkt me verstandig wel om een spits erbij te gooien natuurlijk. 5-0, 6-0 is mooi natuurlijk. De Graafschap nog steeds 0-0. Als dat zo blijft, dan kijk dan wordt de Graafschap of NEC volgende week. En dan gaan we met z'n allen naartoe uiteraard. Daar gaan we z'n allen naartoe, ja. We kunnen er jammer nog allemaal niet in, maar niks aan te doen. Maar je vindt het fantastisch om met deze sfeer die nou bestaat. Ja, natuurlijk. Hoeveel man zijn er? Nou ja, pakken. 18. Een 18, 19 is het mooiste wat er is. Ja, je ziet dat in Nijmegen wel kan als er gevoetbald wordt, ja, natuurlijk. En hangt. Kijk, een beetje geluk erbij. Maar ja, het kan. En het mooiste wat er is, zo of niet dan? Aan het werken voor met z'n allen. Ja, natuurlijk. Oké, okay, als achter ja, succes. Ja, oké. Heb je vooraf even zien stumperen? Is er iets los met je? Niet in de basis? Nee, ik heb na zondag heb ik zoveel last van het been gekregen. Ik heb het nu nog geprobeerd, uur voor de wedstrijd. Maar het is gewoon niet mogelijk volgens mij om een hele wedstrijd te spelen. Dus ik ga er alleen in als het moeilijk wordt. Maar ik denk niet dat het nodig is. Nou, ik denk dat je een paar doelpunten bij moet hebben. Want het is nog steeds 0-0 voor de Graafschap. Oh ja, ja, het is te hopen dat de Haag wint natuurlijk. Een kleine overwinning. Maar ja, ik zie het hier toch ook wel 4-5-0 worden, denk ik. En wat denk je van het stadion nu? Ja, schitterend. Kijk, als je dat ziet, al die mensen. Ja, dan is het toch wel ergens een wedstrijd wat missen natuurlijk. Dit kunnen we niet meer missen in Nijmegen. Dat moeten we totaal vol blijven houden, denk ik. Volle bak zo draaien. Ja, volgende jaar krijg je die wedstrijd natuurlijk weer tegen Ajax, Feyenoord. Want promoveren doen we toch wel. Automatisch, denk je dat ja, alleen gaan? Tuurlijk. Oké, bij hem hartstikke bedankt. Oké. Ja? Sorry.
zelf niet door, joh. Zelf kan ik gaan, hè? We moeten stiften, meneer. Dat is een heel belangrijk. Ja, ja. Ja, was inderdaad, Kees. Je zult best wat lievelingetjes erbij hebben zitten, maar de grootste lieveling die bij NEC rondloopt, wie is dat voor jou? Ja, mag ik zeggen, zij Visser. Ja, de anderen ook wel natuurlijk, daar hebben we allemaal ook al veel van, maar zij is mijn afgod. En altijd geweest en dat zal ik wel blijven nog. Je had een hele goede uitspraak, hè, van dat je met NEC. Ja, ik sta helemaal goed bij NEC, want de slotverzaken, de jongens mag me graag en ik mag de jongens graag. En ik word op handen gedragen door die spelers en alles. En dan is het Fransje Jansen en Toontje Willems. Hè. Die mag ik ook allemaal. Ze mag je allemaal graag. Maar zij is mijn afgod en daar kan ik niks aan doen. En toen de jongste geboren is, kind geboren is, nou, hebben ze duidelijk laten weten. En twee dagen aan de hand ben ik op kraamvisite geweest. En lekker gezeten, ik heb een koffie gedronken en al die dergelijke dingen meer. En het was heel gezellig. Zij heeft me opgehaald in de bus en heeft me ook weer teruggebracht. Maar je had een hele mooie uitspraak bij jezelf altijd. En dan zeg je altijd in de buurt tegen de mensen van, mijn NEC, daar stok ik mee op en ik ga ermee naar bed. Ja, klopt dat? Inderdaad. Dat heb ik al meerdere malen gezegd. Het is het vuur NEC. Als ik het woordje NEC maar hoor, dan heb ik alweer. En het vuurt me dan weer op. Ik vind het hartstikke fijn. Ik vind het hartstikke fijn om zoiets iets te doen. En dan kan ik merken in alle doeleinden dat ze me allemaal maken. De voorzitter, de secretaris, noem me allemaal op wat er allemaal in de NEC is. Nou, er is er geen één bij die een hekel aan me heeft. Alleen Pim van de Meent, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Die gaat me toch weg, dus daar kan ik ook wel niet zo mooi mee gehandeld. Maar ik kan er wel bloed van zuigen, ik kan er niks aan doen. En ik ben blij dat hij gaat. En ik zal blij zijn als een nieuwe trainer komt. En je weet wie die nieuwe trainer is, ja, hè? Ja, die heb ik ermee gesproken 3 keer. Ik heb 3 keer al contact met hem opgehaald. En hij wist al, dat ze al voorgesteld, de voorzitter had gezet, een secretaris. Dat is Tante Toos. Dat is de moeder van de Speurders. En dan ga je heel... Wij als moeder van de Speurders, hoor. En dan ga je heel erg trots op. Daar ga ik zeker trots op. Tuurlijk. Kunnen we alleen denken dat ik er trots op ga. Zo'n dans van NEC de laatste jaar echt wel meegemaakt? Heel veel. Ook al dat ik kwaad was tegen de jongens, dat ze weer slecht gevoetbald hadden. En dat ik zei tegen hen, ik zeg boeren, katten kunnen nu beter voetballen. Jullie zeggen wel van Pim van der Meent de trainer de schuld geven. Maar jullie staan in het veld, jullie moeten doelpunten maken. Jullie moeten de boel op naar de hoogte werken. Ze hebben niet naar de laag te werken. En dan ook af en toe wel opspelen tegen de spelers. Maar dan geven ze toch niet veel aan, want dan pakken ze me wat beter. Dan zeggen ze, dan doe zo je mond en schudden ze een beetje met elkaar. Kom maar, gewoon een glaasje drinken. Jawel, het is heel gezellig. En naar de hand clubhuis en ik was kwart voor 11 als bestuurs. Dus ik heb mijn best goed gedaan. Hè? Dus je had flink met de jongens meegefeest eigenlijk? Ja, de mensen in het spelersroom, naar de hand met de jongens van de Isaac. Er zat de jongens van de Isaac allemaal daar, die hebben ze getrakteerd nog. En dat vonden ze fijn en ze hebben min ook getrakteerd. En dan wordt er wel eens iets gezegd van Tantoos en dan vliegen ze enkele. Ja, enkele wel veel. Dan zeggen ze ja, maar ik wief me met de poten van Tantoos af. Tantoos is onze moeder van de Isaac. Als ze 10 hadden, dan kwam hij nergens meer. En als Tantoos me uitscheidt, wat moet je dan beginnen? Wie neemt het op? Niemand durft het op te nemen, alleen Tantoos. Dat hij in de Eredivisie gekomen is, en dat vergeet ik nooit. En de eerste keer in de Eredivisie gekomen is, en toen zijn we met bussen
naar de Graafschap geweest. En de Graafschap, dan zat ik in de bus. En op de Waalbrug werd ik moest ik de bus uitkomen. En toen hebben ze op zijn wagen hebben ze me meegenomen. Meegenomen naar het stadhuis. Ik ben op het stadhuis geweest. Ik ben op het stadhuis geweest. Ze hebben heel aardig gehad en had het ontvangen. En ook hebben we meegemaakt dat met de spelers, dat we dat het af en toe kwaad was op de spelers, dat ze slecht gespeeld hadden. Maar ik heb ook hele mooie tijden meegemaakt. Dat we zo alles, zo, zal ik maar zeggen, hoe moet ik het allemaal noemen? Hoe zou ik het allemaal moeten noemen? Waar zou ik mee beginnen? Oh, op de Goffert. Dat we daar eerst van beginnen op de Goffert. En dat we s'avonds dat we daar feest hadden op de Goffert. En dat we dronken hadden gemaakt, dat ik s'nachts om 4:30, s'morgens om 5:30 thuis kwam. Mijn kerel die kwam thuis en zei, kerel, drankbak, waar ben je geweest? Ik zei, ja, natuurlijk het clubhuis. Ik zeg, want we zitten toch in de Eredivisie. En dan heb ik met een clubhuis gezeten. Dan zei hij, oh ja, het is er maar één keer dat jij dingen zegt. En die vond het nog hartstikke leuk ook nog. En er is ook verschillende delen, is er ook al de Keizerstad en de andere delen. Dat we winnen, maar het zit er wel dik in. Ja? En volgens mij dan, ja. Nou, oké, dat zien we. Ja, goed, ja, we zien je straks. Ik zeg heel bedankt, hè. En tot ziens. Goed zo. Dan Tom de Toos. En dit was dan Tom de Toos. Samen met haar gaan we kijken naar de wedstrijd, de Graafschap en EC. Voegen voor deze wedstrijd omgeven met sentimenten. Op de tribune Sandor Popovic, nu nog trainer van de Graafschap, maar volgend seizoen werkzaam bij NEC. Nu op de bank bij de Graafschap, hulptrainer Doeke Hulshuizen, trouwens vroeger werkzaam bij NEC in Nijmegen. En aan de andere kant op de bank Pim van der Meent, vroeger werkzaam bij de Graafschap, nu scheidend bij NEC. Op de tribune tenslotte, in afwachting van wat gaat komen, Henk van Brussel, volgend seizoen trainer van de Graafschap. Een halve minuut verstreken bij de spelervatting van EO Elburg. Anton Jansen voor NEC. Voordeel gegeven. Overtreding die ook door mag omdat Anton Jansen balbezit houdt. En nu zou het de doelschop moeten zijn, maar Mulder besluit toch tot een hoekschop. Doeke Hulshuizen langs de kant. Frans Jansen, net niet, tot bij Van der Pol. Voor Sturing. Opnieuw Sturing. Wildebeest. Willems. En het schot uit tweede lijn komt niet. Hoekman. Danny Hoekman. Albers. Jansen. Bijna afgeproefd door Van der Pol, maar bijna is niet helemaal. Lovens. McNulty in moeilijkheden tegen Seijen Visser. Piedeman haalt door, van Zinnen ook. Piedeman houdt er de blessure aan over. En Hoekman kan door. Is nu ook Sturing kwijt. Voorzichtig zijn, want die heeft al aardig wat overtreding op zijn naam. Er wordt nu ook een blikje op het veld gegooid in de richting van scheidsrechter Mulder. Blessures bij Hoekman achter in beeld. En aan de andere kant bij Pieneman, aanvoerder voor de Graafschap. De wedstrijd is nu in fysiek opzicht ook echt begonnen. Anton Jansen. Seijen Visser. De deelvrijheid Seijen Visser. Maar speelt tegen Lovens aan. Kans de Graafschap, maar Van Zinnen waakt, althans in eerste instantie. Valgenbelt met zijn bewaker, Van Rossum, die is hij nu kwijt. Hans Valgenbelt, achter Willems langs. Seijen Visser weet niet wat hij doen moet. Het is een hoekschop. Corner wordt kort genomen, de Graafschapstreden. McNulty is achterin. Kracht geven aan zijn kopbal. Pieneman wint in de lucht van Van der Pol.
hetzelfde duo. En nu is Van der Pol de winnaar aan de grond. Albers. Pieterman aangeslagen geraakt. Kans voor een schot van Anton Jansen. Ingelegd. Door zijn plaag feest Kelderman. Pieterman is aangeslagen. Doeke Hulshuizen. Waarnemer Koos is erbij. En de dokter van de Graafschap van Haarlem. Bal gaat door via de vrije trap van Van Zinnen. Terwijl er nog veel mensen in het veld staan. En nu wordt er dan afgefloten bij balbezit van Hoekman. Maar Mulder liet die vrije trap gewoon doorgaan. En naar aanleiding daarvan ontstond dit gebeuren. Reglementair volgt een scheidsrechterbal. Hoekman. Kelderman. Vrije trap, de Graafschap. Pieterman terug in de wedstrijd. Bepleistert hem wel. Kelderman. Levering. Eerste echte werk voor Hansen. Op de kopbal van Galgenbelt. Volgens de klok nog minder dan een halve minuut te spelen in de eerste helft. Bij de spelervatting van Lovens. Het hoofd van Seijen Visser. Er zijn veel blessures geweest. En blessurebehandelingen in de eerste helft. Dus misschien is het nog wat meer. Frans Jansen. Van der Pol. Van der Pol. Naar McNulty. Die komt erbij. Van Rossum. Voordat Galgenbelt gevaarlijk kon worden. Het spel gaat door. Via Hoekman. Anton Jansen. In een positie waarin hij vorige week in Den Haag voor veel gevaar zorgde. Anton Jansen. Anton Jansen. Zijn schot gaat nu naast. Leidt tot een uitbraak via Tony McNulty. Richting Galgenbelt. Hansen zat erbij, maar de bal ging over. Pieterman. 22e minuut. Galgenbelt verlengt. McNulty. Mulder geeft gewoon een doelschop. Hoewel er geappelleerd wordt voor een overtreding tegen McNulty, die hier ligt. Wanders. 27 minuten gespeeld. Roosendaal is rechterspits geworden, min of meer. McNulty. Krijgt de bal zowaar voor. Bal van Sturing. En Hansen in moeilijkheden die de bal over het doel slaat. Willem was vlak bij hem. De voorzet kwam van Roosendaal. Begon bij McNulty. Vervolgens karamoleerde de bal tot voor de voeten van Roosendaal. Die gaf de voorzet. En Hansen kwam in moeilijkheden door de nabijheid van Willems. Ruim 11 minuten nog. Inworp van Pieterman op Wanders. Lovens is ook mee voorin. Galgenbelt! Beste kans voor de Graafschap van de hele wedstrijd. Voor Hans Galgenbelt. Na de lange paas van Hans Wanders. Willem zorgde voor de onrust en plotseling viel de bal voor de voeten van Galgenbelt. Maar die mist. Minder dan 4 minuten nog. NEC probeert tijd te winnen voor de inworp van Vivermans. Richting Frans Jansen. De Graafschap neemt achterin risico's. Moet dat wel. Elburg werpt zich voor de voeten van Frans Jansen. En zo kan de Graafschap het in ieder geval nog één keer proberen. Wanders. Via het hoofd van Van Rossum. Willems. Willems. Redding Nico Hansen met één hand.
probeert de spelervatting van Wanders. Maar NEC is in principe sterk in de lucht. Roosendaal. Hoekschop. McNulty. Iedereen de lucht in. Piedemann afleggen voor Hensbal. Schot was van Willems. Zegt Albers niet te appelleren bij Mulder. Halve minuut nog te spelen. Frans Jansen incasseert een vrije trap na de inworp van Vivermans. En het ziet eruit dat NEC het gaat halen. NEC dat toch in de nacompetitie met Popovic op de tribune. Dat in de nacompetitie over het algemeen toch de sterkste geweest is via bijvoorbeeld 2 overwinningen tegen Den Haag. Of de Graafschap moet inmiddels in blessuretijd nog voor een superverrassing kunnen zorgen. Lovens richting McNulty. Vivermans is bij hem. En het is gewoon een doelschop. In de kleedkamer van de Graafschap waar het aanzienlijk stiller is. Gemengde gevoelens? Nee, niet gemengde gevoelens. Ik heb 1 gevoel. En dat ik verschrikkelijk rood vind voor de Graafschap en voor mijn spelers vooral. Dat wij hebben niet gered, de promotie. Je hebt net gezien in een wedstrijd waar ze onder druk speelden. Je moet daarmee met die ploeg naar de Eredivisie. Of moet er wat bij? Ik vind, ik moet dinsdag naar NEC komen. En tot de laatste taak van deze maand ben ik nog in dienst bij de Graafschap. Over NEC doe ik geen enkele uitlatingen. Maar je denkt dus wel? Ja, wat ik denk, een diplomaat die behoudt voor zichzelf, bewaart voor zichzelf. Ik heb dinsdag een afspraak met NEC-bestuur. Ik heb dinsdag een kennismaking gehad met de NEC-speler. Ik vind niet reëel wanneer 48 uur voor de tijd worden ze over mijn gedachten geconfronteerd. Dat wil ik dinsdag vertellen. Wat in ieder geval wel bekend is, is dat NEC geen doelman heeft omdat Hansen geen nieuw contract krijgt. En dat jij Broekhuis mee wil nemen? Ik ben erg gecharmeerd over Broekhuis. Maar dat is nog veel te vroeg. Ik ben daar alleen een trainer. Ik ken de financiële situatie bij NEC niet. Zodat ik durf nou helemaal niks zeggen. Jan Peters? Welke Jan Peters? De groesbeest Jan Peter. Nee. Ik, daar is geen sprake van. Zolang dat ik een talentvolle Van de Pol heb. En zolang dat een Hesselbak op de bank zit. Ga ik niet Jan Peters naar NEC halen. Wat doe je vanavond? Oh, sorry, ik ben in de war. Ik bedoel, die Jan Peters was van tak hier, wie bij Feyenoord speelde. Maar ik zei de Groesbeekse Jan Peters. Oh, daar stond iets in de krant, ik weet van niks. Ik hoor dat wel. Maar in ieder geval, wij hebben erg veel talentvolle middenvelders. Wanneer NEC geld uit wil geven, dan moeten ze volgens mij voor een hele goede keeper uitgeven. En dat is Broekhuis. NEC gepromoveerd. Proficiat namens Woudstad TV en Video Santa Nijmegen. Voorstaan, dan sta je er vanavond ook nog mooi op. Dus je denkt wel dat volgend jaar wel goed zou gaan bij NEC. Ja, ik hoop het, hè. In de Eredivisie, tegen Ajax, Feyenoord, PSV. Nou, ik denk niet dat ze daar wat van zullen winnen, maar wel goed te spelen tegen. En dan net als vervolgens afgelopen woensdag op de Goffert, dan zitten we goed in Nijmegen, of niet? Ja, dat zit zeker goed. Oké, hoe was je naam? Danny Overmullen. Oké, dan. Bedankt, hè. Thank you.
gaan. Nou, eens luisteren, jongens. En dan volgend jaar gewoon in de Eredivisie. Nou, zo lekker de klats, hè? Ja. En achter NEC en achter Nijmegen, ja, eigenlijk onder elkaar. Hoe vind je het nou, zo die ambiance hier? Nou, ik vind het hartstikke gezellig. Ik had ook niet anders verwacht, trouwens. Je had gewoon, zo hoort het ook. Je had gewoon gehoopt dat we naar de Eredivisie gingen met z'n allen. Ik hoop, nou, dat kunnen ze van harte. Ze hebben het vooral in die na-competitie dubbel het was verdiend. Beslist. Dus we gaan hem vandaag echt maken, Nijmegen? Dat moet een feeststad worden vanavond, hè. Dat zit er dik in. Oké, en we krijgen dat door de kleine uurtjes misschien wel. Wat mij betreft maakt het niks uit. Ik moet toch al over uren maken, dus dan maakt me die paar uur ook niks uit. Oké, bedankt, hè. Als we het maar gezellig houden, dat staat voorop. Goed zo, bedankt. Hey, jongens, we zijn er even tussenin komen. Zien jullie vanmiddag geweest? Natuurlijk. Hoe was het? Spannend, hè? Eén moment geluk gehad, één moment, echt waar. Eén moment maar. De 3 meter zo hier door die box in, echt waar, ja, niet geloven. Ja, serieus. Alleen kunnen we het niet zien natuurlijk nou, hè? Nee, doe het begin, joh. Dat was echt gek, joh. Echt een goede sfeer. Helemaal geen trauma land, vriendelijk spel. Ja? Ja, niet met. Eerst half rolstel voor de graafschap. Ja, toch wel. En vooral de laatste minuut was erg spannend, denk ik. Man, ja, man, ik heb nou nog een harde takking. Ja? Vestje, ja. Maar die gaan vanavond laten lopen, joh. Dat mag wel. Ja, dat is als de doelpunt was gevallen, hè, dan was Doetinchem naar de kloten geweest. Hoe bedoel je? Van wie Doetinchem? Als Doetinchem de graafschap had gescoord, dan om het hele stadion gemold. Ah, nee, daar heb je helemaal niks aan, jongens. We hebben het heel netjes gedaan. Ik wil toch wel even van de jongens even een applausje en ze hebben dreigend vandaag zo correct gedragen. Het waren echt de ware NEC supporters. En dan zie je dus dat het als nood in de Nijmegen supporters ligt. De jongens hebben dus klasse, jongens. Jullie hebben. Oké, we hebben geen mot. Oké, jongens. Ondanks het afscheid wat hij vandaag moet nemen, eigenlijk van NEC, maar hij zal hem wel een paar dagen nog meevieren. Dat hij wel een blauw-wit gehad, maar ik denk dat het hartstikke leuk vindt, of niet? Nou, ik zou je wel vertellen, ik wil de hele week oppassen. Doe ik mijn liefde en plezier, heb ik ook gezegd. Ik pas op die kinderen en hun mag een feest vieren. Voor mij, moet luisteren, ik ben alleen. Voor mij komen er mooie dagen genoeg. He, en dus is een stelletje nou wat weinig uitgaat. Nou, ik zou je dit vertellen, he. Het is een prachtstel. Durf ik hard op te roepen. Ik ken ze alle twee heel erg goed hoor, dus één heeft bij mij gewerkt. Ik heb een hele fijne schoondochter en een lieve zoon. Trouwens, al mijn 4 kinderen zijn wel lief. En ik heb vanmiddag het nodige traantje gelaten. Oké. Okay. Ja. Nou, dat gaat misschien straks even verder door, mevrouw. Ja, oké, bedankt. Ja, ik ben om me in mijn gesprek. Jullie een toonstel samen goed maken. Goed, dat was het in aardige wedstrijd. Oh, lekker, hè? Spannend.
tekenen is uiteraard, jullie wel, maar kun je er iets bijzonders van vertellen of niet? Ik had er alleen ballen van in de buik overgehouden, meer niet. Twee ballen. Alleen ballen van de buik overgehouden. Was het zo spannend dan? Geen uit. Ja. En vooral op het laatst denk ik. Ja, helemaal goed. Vooral de laatste 10 minuten. De laatste 10 minuten, hè? Verder niks? Daarna. We waren herenmeester, hè? Herenmeester? Tot de laatste 10 minuten. Ja. Dat kwam ze een beetje het nauw, maar voor de rest ging het wel, hoor. Dus met glans zijn ze erin gekomen, ja, of niet? Ze hebben het heel zwaar verdiend. Er was geen andere ploeg die het verdiende. Oké, okay. Jongens, bedankt, hè? Van Keizerstad, hè? Ja. Ben je met een wedstrijd geweest? Nee, niet geweest, want je bent illegaal en zo. En heb je altijd een beetje problemen om daar het stadion op te komen. Maar we hadden wel mensen daar zitten die steeds telefonisch contact hadden met de studio. Dus we kunnen alles zo doorgeven. Ja. En wat je op het ogenblik het doen, maar het is ook rechtstreeks bezig. Dat is rechtstreeks illegaal, ja. Het is nu helemaal niet anders. Ja. Maar wel belangrijk voor Nijmegen, daarom. Uitstekend. Maar hoe was, ben je verder nog iets gehoord van daaruit? Dat je zelf denkt, nou, dat zou nog in ieder geval voor ons leuk zijn. Om dat, als we de vrijheid kregen om allerlei toestanden te gaan doen, zoals bijvoorbeeld sportwedstrijden live verslaan. Dan was het voor ons heel wat interessanter, maar je wordt van alle kanten tegengewerkt als zijnde lokale omroep. En dat is heel erg moeilijk natuurlijk. Maar we doen ons best om overal bij te zijn. Volgend jaar speelt NEC in de Eredivisie en dan zijn we gegarandeerd elke zondagmiddag zijn we op de golf, wat hoe dan ook. Met gevaar voor een gevangenisstrafje, maar ja, daar leven we zelf mee leven natuurlijk. Ah, mijn auto doet ook gewoon niks in de gevangenisstraf om van de ziel. Ze hebben er nu waarschijnlijk geen tijd voor, nee. Maar als het straks wat rustiger is, moet ik toch makkelijk weg. De graafschap die gaan mooie voordingen allemaal, maar ik was toch blij. Ik was blij dat toen de wedstrijd afgeblazen werd, dat ik dat ze me nog dingen zou gehad, hè. Ja, ik wil een stadhuis toe. Heb ik maar verdiend. Hoe was de wedstrijd verder dan de doos? Nou, ik vond het, ja, ik was eerlijk, als ik eerlijk zeggen mag, vond ik Thijs Seijen Visser niet zo goed. Hey! Ik vond het niet zo erg. Want iets rust zei je vissen, was ze zegt. Maar ze hebben gegeven wat ze hadden nog. Nou, en ik zat al op 5 minuten al. Zeggen, oh, als het toch maar gauw afgeven. Nou, en toen het afgelopen was, ben ik naar de jongens gegaan. Nou, ik heb gewoon in de broek geplast van blijdschap. En ook, dat de emotie was zo erg dat ik niet meer, dat me niet meer kon houden. Het is niet te zien dat het doos dat er gebeurd is, maar schik gehad met de jongens vanmiddag, denk ik, onder elkaar. En ik denk dat vanavond heel laat door zal gaan, tot in de kleine uurtjes, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En een mooier cadeau als dit, hè, heb ik niet kunnen krijgen. Het is bijna de verjaardag, hè? Ja, woensdag ben ik jarig. En dan vroeg ik zelf aan de NEC wat ik deed. En ik zou niet veel kunnen doen, maar dan hoor ik net al. Dat is mijn aangeboden al. Dat is op het clubhuis van mijn dingen zou vieren. Een verjaardag van jou ongeveer op de clubbus bij NEC. Dat is toch een mooi cadeautje? Ja, zeker. Ja, dat heb ik wel verdiend, hè. Ja, je wordt woensdag word je 72 dan de toos, hè. Ja. Ik denk dat de hele buurt plus ook nog iets met jou mee gaat vieren aan bij NEC. Ja, maar er zijn er meer mensen die jou willen interviewen als je even naast je kijkt. Dat zal die meneer ook niet zeggen. Tante Toos is woensdagjarig. Je bent geweest vandaag, Tante Toos? Ja, ja. Ja, dacht ik. Nou, dat kan ik toch niet laten lopen, hè. Zo is. Ja, toch een beetje de spanning gezeten. Beste mensen, op het ogenblik wordt het een hele heksenketel hier in Nijmegen, hier bovenaan. Want het NEC-team dat komt met zijn dames deze kant op.
U hoort het wel aan de opname wat betreft hier buiten aan het, het praten, het zingen, het, het joelen van alle Nijmegenaren die hier met stromen naartoe zijn gekomen. Beste mensen, daar komen de bussen met de spelers, met de dames. NEC is naar de Eredivisie, zal dit ook blank vol blijven houden. Dames en heren. Even moeite hebben de bussen om door de stroom der menigte heen. Het gaat niet meer. U moet maar eens kijken en horen wat hier al speelt, hier bovenop. De spelersbus die gaat nu stoppen. We zullen zo snel mogelijk hier de mensen bij elkaar houden. Tot een uurtje nog 11:30 en dan morgen ben je weer nuchter zijn. En dan gaan we terug naar Amsterdam niet. Ja, maar hoe laat weet ik nog niet. Kijk ik wel. Niks uit. Ja. Oké, geniet maar van de buitenmens. Oké. Zij, kijk maar gewoon naar de mensen. We praten, we gaan even samen. Die kant op zijn, ja, best kan. Ja, het was hartstikke leuk vandaag en vooral voor jou. De oudste speler in Nijmegen bij NEC. Fantastisch gelopen. Hoe voel je je eigen nu? Ja, grandioos hè, als je dit ziet. Dan zie je dat het kan in Nijmegen. Hè. Het moet. Maar dat is bij jou al vaker gebeurd, dit feest. Ja, 10 jaar geleden was het ook zo. Ja. Heerlijk. We gaan nou gewoon door, hè. We gaan gewoon door. Dat is natuurlijk, nooit verwacht. Nooit verwacht? Nee, een kilometer voor de Rijnbrug of voor de Waalbrug zien ze al aankomen. Dus het publiek allemaal, gewoon snel en schitterend. Ik heb nooit verwacht zoiets. Nee? Nee, schitterend. Gewoon doorgaan, hè? Ja, natuurlijk. Oké, okay, eerst hadden we wat zelf moeten beslissen. Ja, als je met 1-0 voorkomt, dan moeten we er 2 maken, dat is niks meer aan de hand. Maar zoals de laatste minuut die bal voorlangs ging, kan het niet meer. Kan het niet meer? Nee. Maar je hebt het gehaald, dat is heel belangrijk. Ah, zeker weten. Oké, okay, traditie aan de hand.
schitteren is ongelooflijk. Ik heb nooit zoiets meegemaakt. Dat is klasse, werkelijk. Ik heb er geen woorden voor. Nee, we gaan gewoon door, man. Die zin. Natuurlijk, gaan gewoon door. Als je dit meegemaakt hebt, dan vind ik dat we een Eredivisie ook moeten presteren. Hoe was het aan de wedstrijd? De wedstrijd was op zich, laten we zeggen, de eerste hebben we weinig problemen gehad. We hebben het verzuimd om kansen te benutten. En de laatste 20 minuten hebben we het knap moeilijk gehad, maar de keeper heeft ons toen gered. Maar ik dacht wel dat wij het bij de Graafschap verdiend hadden, hoor. Ja, volgens mij. Ja, volgens mij verdient gewoon het eerder vies te gaan. Ben ik wel. Michel, hartstikke bedankt. Dankjewel. Okay. Op de bank toch te zitten? Groot, hè? Groot, hè? Ja, wat denk je? Je had graag meegedaan, denk ik, of niet? Ja, en niet alleen vandaag. Regelmatig wel, denk ik. Maar je hebt een hele goede vervanger gehad vandaag, denk ik, hè, of niet? Ja, was goed, ja. Een klassieke vandaag. En afgelopen woensdag was het goed, of niet? Iedereen goed. Maar wat doe je volgend jaar? Nog niet bekend. Nog niet bekend? Ja, ik weet nog niks van. Ik heb het nu getekend, ik wacht het even af. Je wacht even. Ik zou niet graag nog zo'n jaar meemaken. Zoals je zelf weet, ik denk uitstekend. Mooie kan niet als je dit ziet, is gewoon te gek. Ja, het is ongelooflijk zoiets. Dat ben je niet gewend, hè, zo? Nee, natuurlijk niet. Ik denk niemand. Het mooiste van de speler kan maar, hè? Ik denk het wel, ja. Een van de mooiste dingen. We doen het lijkt met de Eredivisie, wat denk je? Hoe wij het in de Eredivisie doen? Ja. Ik denk best wel behoorlijk. We gaan eerst feestvieren en daarna zien we wel verder wat er gebeurt. Oké, dan. Ja, dankjewel. Oké, graag gedaan. Mag wij jou even interviewen? Ik denk het wel, hè? Hoe hij het vandaag gehad, joh? Ik denk dat er moeite mee hebt gehad, of niet? Nou, kijk, als je weet dat je weggaat bij een club, dan is het hartstikke mooi dat je met zo'n afscheid weg kunt gaan. Dus je bent van plan om weg te gaan? Ja, definitief. Ook wat de Eredivisie in Nijmegen? Ja. Dus we kunnen je niet houden? Nee, ik denk niet dat dat kan lukken. Ik kan er niet mee doen? Nee, ik denk het niet. Weet je waar je naartoe gaat, of niet? Nou, ik ben bezig in het buitenland. Maar ik denk dat die club hebben afgewacht naar de na-competitie en dat we dan zaken gaan doen. Maar ik vind het fantastisch gedaan de laatste wedstrijd, dat is zeer zeker. Want ik heb je vaker goed zien keeper in het hok. Maar ik denk dat je vandaag ook wel volgens die jongens hij weer leuk gekiept. En de wedstrijd heeft weer een hele hoop gewonnen. Klopt dat? Ja. Goed zo. Hier blijven staan. Hey jongens!
vereniging dat ik een gedeelte van de hier aanwezige bezoekers niet meer kan zien. Van de andere kant een vreugdevolle uiting dat u in zo'n grote getale hier aanwezig wilt zijn om met ons mee te beleven datgene wat vanmiddag heeft plaatsgevonden. Dames en heren, sportvriendinnen en vrienden, van harte heet ik u welkom hier voor het stadhuis ter gelegenheid van een vreugdevolle gebeurtenis. NEC promoveert naar de eredivisie. De Nijmeegse Eendrachtcombinatie heeft een knappe sportieve prestatie geleverd. Het betaalde voetbal in Nijmegen zal weer nieuw leven ingeblazen krijgen. En dan heb ik het natuurlijk niet alleen over de sportieve kant van de medaille, want over die kant hebben we de laatste maanden niets te mopperen gehad. In de nacompetitie is al gebleken dat een goede sportieve prestatie gepaard gaat met een hoog bezoekersaantal. En dat betekent natuurlijk ook weer een hoge recette. Ik wil graag toch even stilstaan bij een klein stukje geschiedenis. Nadat NEC in 1963 in de eerste divisie ging spelen, promoveerde de club in 1966 naar de eredivisie. In 1974 moest NEC een stap terug doen naar de eerste divisie om het jaar daarna in 1975 weer te promoveren. Uit de door mij gegeven opsomming blijkt overigens dat de periode dat NEC in de eredivisie voetbal steeds veel langer is dan die korte periode in de eerste divisie. Dit getuigt van een sportieve vechtlust en motivatie. Mogen deze mentaliteit ervoor zorgen dat de Nijmegen-Eendracht-combinatie ook nu weer een lange en succesvolle periode en de eredivisie voor de boeg heeft. Spelers, begeleiders, bestuur, supporters en alle overigen die NEC steunen, van harte proficiat met deze promotie. Dat de club NEC er vanmiddag in is geslaagd een zodanige spanning op te voeren dat wij vanaf het begin tot de laatste minuut hebben gedacht, zouden ze het echt halen? Ik wil op dit moment graag twee mensen noemen. Allereerst trainer Van der Meen. Meneer Van der Meen, ik wil u van harte feliciteren met deze glorieuze afsluiting van uw carrière in het Nijmeegse, de toekomstige, mijn hartelijke gelukwensen. De toekomstige trainer Popovic heeft in deze na-competitie van zeer nabij kunnen zien
van welke club of met welke club, met welke mensen hij straks te maken kreeg. Op de tweede plaats, en dat is dan ook het laatste, wil ik graag... natuurlijk niet ongastvrij zijn, daarom bied ik u graag twee verrukkelijke Hollandse nieuwe aan en ik wens u smakelijk eten. Dames en heren, zou het mogelijk zijn om nu het NEC-lied te zingen? Is de muziek bereid dat in te zetten? Mag ik de muziek bezoeken?
want dan zijn we al hier buiten. Dood, dan heb je eigenlijk hier te pakken, joh. Pak de kleine maar even erbij, joh, dat mag wel. Hey, Toon, dan zijn we dan met z'n allen bij elkaar. Dit moet bij jou een ontzettende fijne dag geweest zijn. Ah, dit is niet te geloven. Als je dit allemaal ziet, nou, dat kan niet meer kapot. Dit is niet te geloven. Ja, zoiets kun je eigenlijk alleen maar dromen, hè. Doe je nou niet een klein beetje pijn, Toon, dat je vandaag de laatste wedstrijd speelt, dat je gedacht had van de Eredivisie? Jazeker. Dat je zeker zeer, maar van de andere kant zijn er denkbaar weinig mensen die zo'n afscheid hebben gekregen. Dat denk ik ook, wat een fantastisch geweest, denk ik jou. Ja. Wat denk je van de jongen wat ze in de Eredivisie zullen doen, Toon? Nou, ik zal ze in ieder geval blijven steunen. En ik hoop dat al die mensen het hier ook zullen doen. Maar ik denk toch dat ze hun eigen zeker makkelijk kunnen handhaven. Oké, Toon, ik wil je niet lang ophouden. De mensen buiten willen je ook graag zien. Bedankt, Toon. En veel succes bij Blauw Wit en Hees, hè? Graag gedaan. Oké. Schitterend natuurlijk, zo'n wedstrijd. Kijk, jullie hebben je allemaal opgehoopt en het is waarheid gebleken. Schitterend vind ik dit. Nou, dan kunnen we ook in ieder geval praten over de Eredivisie, hè? Wat denk je over de Eredivisie, Willem? Ah, ik denk dat we met dit elftal misschien dan nog met 1 of 2 aan een keeper en dan misschien nog wat middenvelden een hele goede kans om op hoog in de middenhoofd mee te draaien. Je krijgt een nieuwe trainer, krijg je dit seizoen. Bovenfiets krijg je. Je hebt met Pim heel goed gedraaid de afgelopen jaren. Ik denk dat je met Bovenfiets ook wel kunt werken, denk je, of niet? Ja, kijk, met dit materiaal kan volgens mij elke trainer werken. Nou, Bovenfiets is enthousiast. Ik geloof dat we al gauw overslaat op een groep. Dus ik geloof best dat het zal lukken. En dan ga je vanavond even door tot de kleine uurtjes. Denk je wat hele spannend of niet? Tot morgen vroeg. Tot morgen vroeg? Ja, logisch. Oké, okay, Willem. Heel veel plezier en heel veel succes in de Eredivisie. Bedankt. Graag gedaan. U ziet gewoon dat alles gaat nog gewoon door hier in Nijmegen. Het heel groot feest. Maar blijft gewoon doorgaan. De stroom, dat volk blijft gewoon ingaan hier. We gaan nu heel rustig hier naar beneden. We gaan nu naar het Kolpinghuis. Alles blijft even mooi. Alles blijft even aardig in Nijmegen. NEC Eredivisie 1985. Dan zitten we in de Eredivisie en ik denk dat jij volgend jaar heel veel goed zult gaan doen in de Eredivisie. We hebben dit jaar een klein beetje hebben gezien dat jij wel wat doelpunten kunt maken. Wat denk je volgend jaar? Ah, beste van Europa. Ik denk dat we met deze ploeg minimaal in de middenhoop mee kunnen draaien. Dat verwacht ik tenminste wel. Ik denk dat we een hele goede kans maken in de Eredivisie. Om een beetje bovenaan te eindigen. Nou, bovenaan is een beetje overdreven, maar middenhoop moet je kunnen, dacht ik. En we gaan er met z'n allen tegenaan in Nijmegen. Tuurlijk, en als het publiek allemaal meekomt, dan zien we het er zitten. Oké, okay, Ron, bedankt, hè. Bij jouw tijd is het heel lang geleden dat jij weer zoiets mee had gemaakt. Maar hoe vind je het vandaag, Willem? Geweldig. Ik vind het geweldig.
zo was het in 6 en 47 bij ons ook, hè. Ook met deze ingang zo in Nijmegen? Ja, aan het station een keer. Eén keer aan het station, ja, en de andere keer zaten we in Alanda. Je zorgt nog steeds bij niet zeven voor de kleding, ze er netjes bij lopen, een heleboel meer. Je verzorgt de hele uitrusting voor de jongens. Ik dacht dat het een keurige operatie was, of niet? Hè? Een keurige operatie in Nijmegen wat betreft de kleding en de hele toestand. Ja, dat is een werk. Daar kijken de mensen wat tegenaan, maar er komt er geen over kijken. Hoe lang zit je al bij niet zeven? Ik ben bij de amateurs al 25 jaar lid. 25 jaar lid. En je gaat vandaag door naar de kleine uurtjes, denk ik. Ja, misschien wel. Okay, als ik het vol kan houden. Bedankt, Willem. Ja, kan. Ja, we gezien de na-competitie zou een hele hoop punten kunnen halen, dus we mogen de Eredivisie ook kunnen.
Ja, zeg ik. Ik zeg ook al met dit materiaal. Nou, je ziet het, Nijmegen, het voetbal is vooruit gegaan. Nou, met dit jonge elftal, wat lekker gemotiveerd is. Nou, dan moet je een hoop kunnen bereiken. Als jij Nijmegen helemaal mee op het ogenblik, is mooier kan het niet, denk ik. Nou ja, kijk, je hebt het ook al. De mensen heb je alleen maar mee met zulke momenten. Hè. Kijk, als je resultaat haalt, dan is het gewoon goed. Dus maar één ding wat je moet doen is resultaat halen en dan komt het publiek. Oké, Frans, bedankt. Ja, oké, graag gedaan. Vuile zak voor Toontje Willems. Met Tante Toos naar de Eredivisie was dit. Het was een bijdrage van Video Center Nijmegen. Wij denken nog enkele mensen bedanken voor het geweldige steun die we hebben gehad. Het bestuur van NEC, de I-Zijd, Tante Toos, personeel van het Covertstadion, supportersvereniging van NEC. Alle mannen die NEC en alle mensen die NEC een goed hart toedragen. Als NEC volgend jaar goed draait, dan kunnen we weer met z'n allen volgend jaar weer in deze konterijen staan. Beste mensen, dit was voor u dan. Een hele gezellige middag, denk ik. Video Center was erbij. Het is hier een dolle boel en erg gezellig. Ik dank u wel.